potje, waarmee vul ik jou dit jaar? Wordt het kip, champignon of beluga caviar? Oh, ragoubakje, mijn knapperige vriendin. Van jezelf ben je te droog, daarom stop ik er iets in. Oh, ragoubakje, wil je vis of vleesragout? Hoeft niet hartig, kan ook zoet. Warme kersen met monchou. Oh, ragoubakje, mijn bladerdeeg vriendin. Als ik jouw lege holte zie, dan krijg ik al zin. Ieder jaar vieren wij eerst de kerstdag bij ons thuis. En als iedereen lekker zit, kruip ik achter het fornuis. Om te beginnen aan het voorgerecht, is iedereen's favoriet. Ja, een ware kerstklassieker, en mislukken kan hij niet. Oh, ragoubakje, waarmee vul ik jou dit jaar? Wordt het buff à bourguignon of confit de canard? Oh, ragoubakje, jij bladerdeeg godin. Kijk ik naar jouw droge gat, dan krijg ik al zin. Ja, zo'n zin om je te vullen met wat ganzenleverkrullen of met stukjes chocolade, boerderijdrop tapenade, hondenbrokken met tomaat, een stukje kliklaminaat, papegaaien met champagne of een leverworst lasagne. Oh, ragoubakje, ik kan niet kiezen dit jaar. Toch weer kip, champignon, misschien engelenhaar. Of ragoubakje, vul ik jou met friet. Ik heb ineens een goed idee, ik vul jou dit jaar lekker niet. Want ragoubakje, jij bent ook lekker gewoon als snack. Ouderwets, uit het vuistje voor de lekkere trek. En je moet niet altijd alles willen vullen. Ook een droge bakken geul is om te smullen. Dus als jij het ook oké vindt, blijft jouw bakje dit jaar leeg. Zodat ik extra kan genieten van mijn vriendin van bladerdeeg. Van mijn vriendin van bladerdeeg.